Haagse gemeentearchief bestaat sinds 1 januari 125 jaar, want op 1 januari 1884 werd Servaas van Rooyen aangesteld als eerste gemeentearchivaris van deze prachtige gemeente. Zaten wij eerst op de zolder van het stadhuis aan de Groenmarkt. Nu gingen wij naar de Zwarte Weg toe. En dat was niet de eerste en ook zeker niet de laatste behuizing van het Haagse gemeentearchief. We zijn begonnen in het stadhuis en we zijn na 125 jaar nog steeds in het stadhuis. Meneer de directeur, gefeliciteerd. Jubilaris zou ik zeggen. Voorwaar een jeugdige grijsaard in ons midden. 125 jaar. En als je hoort wat er allemaal gaat gebeuren, nou, dan klinkt dat net zo levendig als ons Haagse gemeentearchief is. Dus dit is het vijfde jaar dat deze prijs wordt uitgereikt, waaraan iedereen kan meedoen. Of je nou amateur bent of professional, of je nou Haagenees bent, dus hier in Den Haag woont, of allochtoon, namelijk elders woont, iedereen mag meedoen, ook van buiten Den Haag. De 44 fotografen hebben zich aangemeld voor deze vijfde fotografieprijs en 267 foto's hebben ze met z'n allen ingestuurd. Mark Brak, Bart Singeling, Martijn Beekman. En ik, wij hebben geselecteerd, 38 foto's geselecteerd van 19 fotografen. We moeten spanning hebben, geen pure registratie, niet statisch. Nou, dat was niet zo moeilijk, 38 foto's daaruit te halen die aan die criteria voldeden. 3 nominaties. Dit zijn ook de foto's, de genomineerden zijn de foto's die u op de uitnodiging hebt gezien. Meneer Chan, in de tentoonstelling zijn 4 van uw foto's opgenomen. 1 van deze foto's is genomineerd. Een foto van een nieuwjaarsduik van 1 januari 2009, waarbij een man terugkeert van zijn nieuwjaarsduik. Meneer Dalsheim, 3 foto's van meneer Dalsheim zijn in de tentoonstelling opgenomen. Een foto vol dynamiek en spanning in een prachtige compositie. Op het juiste moment vastgelegd. Een van de karakteristieken van de echte fotograaf is het pakken van het moment. Dat is meneer Dalsheim heel goed gelukt. Meneer Hogendorp, uw foto van de oude dame in de rode jas, die langs huis nummer 25 aan het Lange Voorhout loopt, roept vertedering. Het lijkt een scène uit het boek van Couperus van oude mensen, dingen die voorbij gaan. De foto ademt Den Haag en roept op tot het vertellen van een verhaal. En dan nu, ja, wie van de 3 is dan de derde prijs? De derde prijs gaat naar de heer Hogen met zijn Lange Voorhout 25. Aan de heer Chan met zijn nieuwjaarsduik 2009. Meneer Chan. Meneer Dalsheim, cavalerie en sport. Yeah.